allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag weer iets anders dan normaal. Of nou ja, wat is normaal tegenwoordig op mijn kanaal? Ik weet het ook niet. Ik ga mijn wenkbrauwen verven en dit is zeg maar het eindresultaat. En ik neem jullie mee met mijn blote billen gezicht in de ochtend. Hoe ik dat doe. Dus veel kijkplezier. Sorry voor de achtergrondgeluiden. Het is zeg maar of ik moet zachtjes doen omdat de kids slapen of ze zijn wakker. En nu is het tweede deel. Ik kan normaal praten, maar je hoort af en toe kinderen op de achtergrond. Ja, dit zijn mijn wenkbrauwen. Ze zijn nu nog niet super licht. Maar sinds de eerste lockdown heb ik mezelf aangeleerd om zelf een wenkbrauw te verven. Dan kan het dus ook wat sneller. Normaal ging ik elke 6, 8, 10 weken naar de schoonheidsspecialist. Nu, sinds de eerste lockdown ben ik nog één keer geweest toen ze weer open waren. Maar verder heb ik het eigenlijk altijd zelf gedaan. En het enige waar ik af en toe nog voor ga... los van als ik natuurlijk een keer goed getreat wil worden in mijn gezicht of zo. Maar voor mijn wenkbrauw ga ik nu eigenlijk alleen nog af en toe om het echt even mooi te laten epileren. Want dat vind ik toch echt een kunst apart. Verven vond ik dat ook. Maar dat vind ik inmiddels niet meer. Nou, wat heb je nodig? Wenkbrauwverf. Ik heb al 6 miljard keer mijn wenkbrauw laten verven. Dus ik heb gewoon een beetje gekeken van wat gebruiken zij. En... ik zag vaak deze, de Refecto Seal. En ik heb dan de kleur Natuur Brown. Natural Brown, nummertje 3. Ik heb ook de... de 3.1, de lichtbruin. Maar dat slaat bij mij rood uit. Dus die doen we niet. Dus we doen alleen Natuur Brown. Verder heb ik een... Ik heb dit allemaal gekocht bij... Ik zal het even opzoeken. Ik zal het hieronder even linken. Verder heb ik een soort mini shot glaasje om in te mengen. Ik heb een kwastje. Dit is de Biosmetics kwast. Ik weet het niet. Gewoon met een vrij stevig smal kwastje eraan. In mijn geval. En ik denk sowieso als je begint vaseline. En dan heb ik gekozen voor, je hebt 2 soorten mix zeg maar om die verf te laten werken. Ik weet niet hoe het allemaal werkt. Ik heb deze gekozen. De Refecto Seal Oxidant 3%, de cream. Je hebt nog een soort, het staat in het boekje, ik zal even kijken hoe die heet. Maar blijkbaar de cream en de liquid. Nou ja, ik heb de cream gedaan, maar als je de liquid hebt, staat ook in het boekje zeg maar wat je dan moet doen. En als laatste, waar ik hem gelaten, een spoolie. Nou, wat je gaat doen is eigenlijk heel simpel. Je kamt je wenkbrauwen een beetje zoals je ze zou willen. Ik sta dus in mijn badkamer, dit is niet het meest ideale light. Maar dit is natuurlijk wel voor mij de makkelijkste plek om dit te doen. Oh ja, niet heel belangrijk. Wattjes en wattenstaafjes. Eerst pak je een wattenstaafje. En daarmee ga je in de vaseline. En wat je dan doet is eigenlijk een randje om je wenkbrauwen heen maken. Een soort beschermlaagje dat de verf niet buiten het stuk komt waar jij wil dat het komt. Dat is niet bij iedereen nodig. Ik zou het zeker als beginner dus wel doen. Maar het is niet bij iedereen nodig. Maar ik heb echt een mega droge huid. Dus de schoonheidsspecialist die weet dat inmiddels ook van mij. Want die kan natuurlijk heel netjes schilderen. Dus die heeft het in theorie niet nodig. Maar ze doet het bij mij dus ook altijd. Want anders blijf je het toch zien. En dan maak je dus eigenlijk met die vaseline een randje om je wenkbrauwen heen. Dus je tekent eigenlijk af. Wat ongeveer het model moet zijn van je nieuwe improved wankies. Waar ik in mijn geval op let is, hier doe ik het niet helemaal zeg maar, tegen de wenkbrauw aan die je ziet. Want daar zitten bij mij hele lichte haartjes. En juist die wil ik gekleurd hebben zodat ze voller zijn. Goed, nou als je dat gedaan hebt. Dan pak je je shotglaasje. En je tubetje verf. En dat doe je erin. 2 centimeter. Dat staat ook gewoon in de instructies hoor. Dit, je moet op letten, want het is natuurlijk verf, dus dat vlekt ook en zo. Dus ik heb er nu 2 centimeter spul in gedaan. Ik doe ook heel vaak gewoon wat minder, omdat je maakt nu zeg maar een soort van een kilo verf en dat heb je eigenlijk niet nodig.
We nemen het nu even heel serieus. En dan schud ik deze eventjes. En dan doe ik er 15 druppeltjes van bij. En dat activeert de boel. Dan heb je een soepje en dat meng je, dit staafje zit er gewoon bij. Dat meng je dan even goed tot een pasta, hoe het ook heten mogen. Nou, en als je dus echt iemand bent die snel kliert en zo, zou ik dit wel eventjes op een oude handdoek of zo allemaal neerleggen. Maar... Tippy, tippy. Nou, dan maak je dat stokje even schoon. En dan kan het echte werk beginnen. Ik hou er altijd een wattenstaafje bij in de buurt voor het geval dat het misgaat. En dan pak ik dus het kwastje en wat verf. En dan ga ik schilderen. Ik moet hier ook even voorbij in de spiegel kijken. En ik volg gewoon eigenlijk mijn haartjes. En ik leg eerst bij allebei een soort basislaagje aan. Dan kan het gaan intrekken. En daarna ga ik dan fine-tunen. Zodat ik zeker weet dat ik alle haartjes heb. En ondertussen kijk ik even hoe laat het is. Het is nu 32. Het moet ongeveer 8 minuutjes, tenminste in mijn geval. Maar ja, dat is ook een beetje trial and error. Ik zou beginnen met minder en dan kan je het altijd opbouwen. Maar ik doe zo'n 8 à 10 minuutjes. Nou, dat zit erop. Zoals je ziet, dat laat ik ze nu intrekken. En ondertussen maak ik even alles schoon. Nou, we zijn even verder. Dat betekent dat het eraf kan. Ik gebruik daarvoor wattenschijfjes. En daarna was ik mijn gezicht eventjes met face wash. Tenminste, mijn gezicht, vooral mijn wenkbrauwen. Wat ik doe is gewoon één veeg. En dan heb je dus verf. En dan doe ik nog een veeg. En dan is in principe alles er al af. Maar ja, dan zie je eigenlijk al redelijk het resultaat. En ik hou van donker. Dat heb ik trouwens niet aan het begin gezegd, maar ik hou van donkere wenkbrauwen. Niet heel onbelangrijk detail. Als je natuurlijk van lichtere wenkbrauwen houdt, kan het ook prima lichter. Hè? Ik hou gewoon echt van donker. Mensen zeggen altijd, oh, je verft je haar. Nee, ik verf mijn wenkbrauwen. Zo, en dan ga ik ze nu eventjes afspoelen met zeep. En dan zit het resultaat. Nou ziet het er natuurlijk met mijn blote binnengezicht altijd een beetje gek uit. Want ik ben dus heel blond van mezelf. Mijn wimpers zijn non-existing als ik er niks op smeer. Maar ik vind het dus heel fijn, want dit betekent dat ik 's ochtends mijn wenkbrauwen zo ongeveer niet hoef bij te tekenen. Dus ja, ik zal het zo nog even met make-up laten zien. Maar dit is dus hoe ik mijn wenkbrauwen verf. En dan is dit het uiteindelijke resultaat. Dus ik heb zeg maar nu mijn make-up gedaan, maar niks met mijn wenkbrauw behalve wenkbrauwgel. Ja, ik word hier heel erg blij van. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze soorten wenkbrauwtutorial. Ik ben natuurlijk geen professional, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Dus ja, ik hoop dat jullie dit nuttig vonden. Ik hoop niet dat we weer een lockdown ingaan. Misschien is dat al zo als jullie deze video zien, want ik weet niet wanneer die online komt. Maar ja, dit is hoe het wordt. Ik hoop dat je het leuk vond te zien. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot snel. Doeg!